Ik denk dat ik jullie ook als collega's kan aanspreken. Ik heb zelf 14 jaar in het veld gezeten. Maar wat belangrijk is, en wat ik ook altijd van mijn staf nu zeg, ministerie op de universiteit, je moet in het veld gezeten hebben, wil je iets kunnen zeggen over internationale samenwerking. En het verschuift ook een beetje. De steun op het gebied van NGO's voor armoedebestrijding is in een heleboel landen vaak de vervanging geweest van wat de overheid deed, had moeten doen in die landen. Capaciteitsopbouw, de tweede functie van maatschappelijke organisatie. Nou, daar is heel veel aan gedaan. Blijft altijd nodig, maar niet in dezelfde vorm als 10, 20 jaar geleden. We hebben te maken met een zelfbewuste sector van maatschappelijke organisaties in vele ontwikkelingslanden, die weliswaar onder politieke druk staat. Ethiopië is bijvoorbeeld. De derde functie, die wordt steeds belangrijker, de lobby- en advocacy-functie. Dat wil zeggen het opkomen voor belangen van groepen in het land. Ook de bewaakhondfunctie als het gaat om hoe bedrijven opereren in landen, Bangladesh, u kent de case. Je ziet een verschuiving aan aandacht gaan in die richting en dat vraagt ook om andere capaciteiten, denk ik, als het gaat om ondersteuning. Een interessante trend is dat we naast financiering vanuit Nederland voor dit soort organisaties, eigenlijk ambassades ook steeds meer uit hun eigen budget lokale organisaties financieren. Dus niet die grote omweg via Nederland dan weer terug. Lokale financiering noemen we dat. Op dit moment is die lokale financiering als al ongeveer de helft van wat we in Nederland aan het medefinancieringsstelsel uitgeven. Heel mooi in Nederland, en dat doen mijn Nijmeegse collega's onderzoek naar, is dat maatschappelijk middenveld aan onze kant heel erg veel breder is geworden. Het zijn niet alleen maar midden NGO's, de Oxfam, Novibs. We hebben een grote sector van wat we noemen particuliere initiatieven. Ik heb daar een promovendus op zitten. 15.000 hebben we er geteld in Nederland. Soms heel klein, soms best wel substantieel met bestedingen van 100.000 euro of meer per jaar. Wel met problemen van professionalisering. Ik zou kijk eens naar of daar een band te vinden is. Daar zit een heel groot enthousiasme, niet altijd de vereiste professionaliteit en vaak ook een probleem om dingen op de lange termijn te laten lopen. Dus dat is een sector die de aandacht verdient. De verwachtingen zijn van de Verenigde Natiegroep die werkt aan de nieuwe millenniumdoelen, dat echte hardcore armoede zich de komende jaren zal concentreren vooral in fragiele staten. 15, 16 landen of regio's in Afrika. Die uitermate moeizame bestuursverhoudingen hebben. En dat zijn niet de kleinste. Mali kent u natuurlijk allemaal, dat staat in de hoorn van Afrika. Grote berengebied. Maar ook, en ik wijs u erop, het noorden van Nigeria bijvoorbeeld. Een zeer fragiel gebied in politieke zin. Zeer dicht bevolkt. En Nigeria natuurlijk een zeer grote grootmacht in Afrika. En daar kijken we wel eens overheen, want we denken daar komt olie vandaan, maar vergist u zich niet. Wat we wel weten, en dat wil ik best met u delen, dat zijn studies die komen binnenkort uit, zijn twee dingen. Ten eerste terugverdieneffecten. Het idee dat handel en hulp, of dat hulp niks met de Nederlandse economie te maken heeft, is onjuist. Dat is voorlopig nog een berekening op basis van wat oud materiaal. Maar gemiddeld vloeit zo'n 40% van de Nederlandse hulp terug aan Nederlandse bedrijven en organisaties. Het tweede effect, dat noemen we reputatie-effecten. Het doen van internationale samenwerking levert ook reputatie op bij andere landen. Voor een land als Duitsland is dat onlangs berekend. Duitsland is natuurlijk wel een iets andere economie als Nederland, een maakeconomie met veel exportproducten. Maar voor Duitsland is berekend dat 1 dollar hulp ongeveer 1,4 dollar extra handel oplevert. Je moet niet alleen maar focussen op, laten we zeggen, de kwantitatieve en macro-relaties. Heel precies kijken hoe die ketens in elkaar zitten en wat er achter blijft in ontwikkelingslanden en uiteindelijk bij de producenten, in mijn geval bij de boeren waar we veel naar kijken. Dat is een zeer legitieme discussie. Daar wordt naar mijn gevoel veel te weinig aandacht aan besteed. Dus ik roep u op, als u nou mensen gaat inzetten, ik ben zelf econoom, we hoeven niet allemaal economen te zijn, maar ik zou ze heel graag willen inzetten om die keten wat meer te organiseren in het voordeel van de mensen in de ontwikkelingslanden. Laat ik het daarbij laten.